Minister David Abiyamovo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft het afgelopen weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nikeri. Als het gaat om de garanties voor de nutsvoorzieningen in het district, heeft de bewindsman bijzondere aandacht getoond voor de verrichtingen van de SWM en de EBS. Minister David Abiyamovo kreeg van de SWM een presentatie over de drinkwatervoorziening in Nikeri. Voor mijn komst naar Nikeri heb ik uiteraard gesproken met de directie in Paramaribo over, de status quo van de watervoorziening in Nikeri, de korte termijn plannen en de middellange tot lange termijn plannen. Hier in Nikeri zijn die plannen ook aan de orde gekomen en ik moet u zeggen dat deel is, dat project waarover u het daarnet hebt gehad, is niet aan de orde gekomen. Maar de plannen die gepresenteerd zijn, moeten in elk geval garanderen dat Nikeri, voor wat de komende periode betreft, in elk geval goed voorzien zal zijn van goed, van veilig, van gezond drinkwater. En dat stelt mij tevreden. Het is voor minister Abiyamovo belangrijk dat iedere groep binnen de samenleving kan genieten van schoon drinkwater. Het beleid van de regering Santokki Brunswijk is daarop gericht dat iedere burger op Surinaamse bodem moet beschikken over gezond drinkwater. In de presentatie van de SWM zijn de locaties aangegeven waar er waterbronnen beschikbaar zijn om de productie van gezond en schoon drinkwater in Nikeri te garanderen.